Herstel je ook schade aan caravans? Jazeker doen we op schadeherstel. Geen enkel probleem. Alle schades kunnen we repareren. En voor wordt met de verzekering allemaal regeld. Bij de boer wordt mede mogelijk gemaakt door Abiant, Oetsendgroep Verwaken Personeel in Noord-Nederland en Prins Caravans. Met 45 koeien heeft Berend van Bergen uit Westerbroek een van de kleinste veehouderijen in Groningen. Te weinig om een gezin van te kunnen onderhouden. Maar wie denkt dat Berend en zijn gezin er gebukt onder gaan, die komt bedrogen uit. Ze gaan daar namelijk voor hun geluk. En dat is aan alles te merken. Hallo meisjes. Hebben jullie van Bergen ook gezien? Nee? Ja, dan zoek ik nog even verder. Daar is de baas. Mooi. Hey, ben jij dochter van Bergen? Ja, klopt. Jij bent allemaal van de paarden, hè? Ja. Mooi. Ah, jongens, er is niks aan de hand. Er is niks aan de hand, jockie. Zo. Hallo. Ben je mevrouw van Bergen? Ik ben mevrouw van Bergen, ja. Goh, de hele familie doet met. Wat gezellig. Gezellig, hè? Ja. Heel gezellig. En een hondje. Ja, ze is een beetje. Kom. Ja, ach, er is dan niks aan de hand, jongen. Nou, wat gezellig. Ik was al naar jullie op zoek. Koffie! Oh! Koffie! Oh, kiekers, ik kon hier helemaal naar Finn. Goedemorgen. Ja, wat gezellig. Ja, toch? Maar koeien is niet echt jouw ding? Jawel. Ook wel? Ja, ik zit ook in de maatschap. Leuk, hè? Ja. Toch? Tenminste, dat lijkt me. Ja, absoluut. Wat vind je het leukst als je moet kiezen? Paarden of koeien? Ja, dan ga ik nu nog echt over paarden. Maar dat kan wel overgaan, begrijp ik van je. Nou, het is, ik kan het goed verdelen. Mijn hobby is echt paarden, maar bedrijfsmatig moet de koeien ook draaien. Dus. Ja. Maar ik vind het leuk werk hoor, absoluut. Ja. Het is een voorrecht bijna, hè? Ja. Kom, moe ook koffie drinken? Ja, ik kan er ook aan. Ja. Wat zijn jullie mooi? Wat ben jij mooi? Hoi. Ja. En wat vind jij het leukst? Paarden of koeien? Paarden zijn het mooiste, maar koeien hebben nodig voor net als moet ook leven, hè? Ja, precies. Ja. Nou, zo is het wel eigenlijk, hoor. Dan kun je dat een beetje combineren. Ja, we combineren dat. En ik heb zelf ook een kleine baan nog. Ik ben zelf ook nog voetpedicure, dus ik ook nog bij. Dus dat heb ik ook nog. Nou, wat een druk bestaan, ja. Ja, nou, nee. Wat mee toch? De directeur wacht erop je. Ja, zo, de directeur. Ik zit al op die maanden wachten, maar ik kom maar niet. Ah, ik liep daar buiten en jij doet net of je mij niet hoort, hè? Jawel. Ik kom. Ik ben hier dus nog bij een van de weinige keuterboertjes. Ja. Maar hoeveel koeien heb jij? Wij melken nou 43 koeien. Ja, dat dus is een keuterboertje. In feite wel, ja. Dat is echt, dat is tegenwoordig te klein, hè? Te klein, ja. Je kunt kijken, ik ben 61 jaar, dus ik zit met 10 minuten, dat gaat lukken. Maar voor een beginner is er gewoon te weinig. Ja. Daar kun je niet van leven. En dochterlief, want die zit in de maatschap, die gaat ermee door. Die krijgt het ook moeilijk dan. Ja, die krijgt het ook moeilijk. Dat is nog wel een dingetje. Maar goed. Ja, je weet het nooit hoe het loopt, hè? Nee. Kijk, wat wil is een weg. En, Maar een normale schaal om van te leven is rond de 100? Ja, per persoon moet je een 80 tot 100 melkkoeien hebben, denk ik. Ja. Met een normale financiering en bedrijfsvoering en zo. Hè? Gemiddeld een beetje gezien, hè? Kijk, biologisch kun je wat kleiner. Kijk, je kunt natuurlijk ook. Dat is een biologisch probleem, dat is een optie. Ja. Die kun je algemeen wat minder, via een hogere melkprijs. De van werkende familie is nog een beetje zoeken. Ja. Nou, misschien wel, ja. Ja, maar ja, iedereen is wel eens een beetje zoekende, hè? Dat is helemaal geen negatieve kwalificatie. Dat is. In deze tijd van regelgeving, je weet wat vandaag goed is, kan morgen wel
helemaal mee bezig. Zo is het ook nog. Hey Danielle. Ja. Het is niet alleen maar boeren en doen, hè? Nee, een beetje bijverdienen, hè? Een beetje bijklussen. Wat doe je dan? Ik borduur. Jij borduurt? Ik heb een eigen borduur. Schilderij? Oh, zo borduren. Ja. Jeetje. Ja. Poh. Oh, wat zit dit? Wat wordt dat mooi, hè? Jawel, hè? Hier is ook nog een shirtje. Een hele lekkere viswinkel in Haren. Met nieuw geopend. Zou je zusje zijn? Nou, wat leuk. En ja. Ja, jullie moeten er van alles een beetje bij doen, hè? De boerderij is eigenlijk maar klein. Ja, dus alles is een beetje klein en worden we samen groot. Ja, maar dit is allemaal, zijn bijverdiensten. En ga je uiteindelijk, wil je echt op het boerenvak storten? Je zit al in de maatschap. Ik zit al in de maatschap, maar ik heb nu zoiets van, ik kijk wel wat de toekomst brengt. Ik hou alles nog gewoon open. Ik vind het boerenleven leuk, ik vind de paarden heel leuk. En gecombineerd met dit allemaal, maak het allemaal wel echt compleet. Maar waar ik straks echt voor ga kiezen, dat hou ik nog even open. Ja, want 45 koeien, dat is weer niet genoeg om van te leven. Nee, maar ja, het grote wil de consument ook niet. Als je 2500 koeien hebt, is ook iedereen op tegen. Dus nee. Hoe oud ben jij nu? 24. Oh, dan kun je nog wel even kiezen, hè? Ik kan nog eventjes vooruit, dus... En wat er ook gebeurt, je kunt altijd borduren. Precies. God, ik zag jou al zitten met zo'n borduurwerkje. Nee. Hallo. Hallo. Oh. Lief. Is ze allemaal, ja? Maar die hebben jullie om te rijden, denk ik, hè? Ja. Niet voor de worst. Nee. Ik doe niks. Nee. Nee, dat gaan we niet doen. Nee hoor. Nee, dat komt. Nee. Dat moet je niet willen, denk ik. Nee. 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 Dat gaat te veel aan mijn hart. Ja, en dan moet je ook op een andere manier met paarden omgaan. Ja, hè? Ja, dan moet je niet als ze rijdt er gewoon op en dan moet je dan niet willen en zeggen van. En nou maar de worst in. Precies. Nee. Dat is gewoon emotioneel gezien kan dat niet. Nee. Dit is dan de boerderij, zeg ja, maar. Vanmiddag komt de mais eraf. Wij kopen ongeveer 5-6 hectare mais van een akkerbouwer, van een bevriend akkerbouwer. En die, dat komt er vanmiddag wordt dat gehakseld door loonbedrijf Eentjes. En dat komt daar te liggen, op die betonnen plaat, zeg maar, met die wandjes daar. Oh, daar zo? Daar komt het te liggen en er wordt het ingereden en het plastic overheen. En dat is voor de winter? En dat is voer voor de winter. Samen met de kuil, het ingekuilde gras, zeg maar, wat vroeger dus hooi was, is nu kuil, noemen ze dat. Ja, raar woord, kuil, maar het is een bult. Ja! He? Maar, dat heeft met inkouw niks te maken, maar dat is al vroeger wel geweest. Ja, dat denk ik. Ik weet niet waar het woord wegkomt. Maar dat gras dat wordt dan half droog, stevig aangereden, plastic erover. En daar de combinatie van de kuil en de mais is het wintervoer voor de koeien. Hey, en heb jij 45 koeien? Ja. Heb je ooit nog gedacht, melkkoeien? Heb je ooit nog gedacht, ik wil groeien? Nou, wij hebben ook al iets meer gemogen, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar ik dacht, ik heb geen opvolger. Wat doe ik met zoveel? En er zit best wel veel werk in. En het lukt wel financieel hoor, 40, 45 koeien. Maar nu zit je met allerlei regelgeving. Onder andere de fosfaatregelgeving. 2 juli 2015 was een referentiedatum. Op die dag het aantal vee dat je op die dag had, daar zijn je fosfaatrechten naar berekend. Dus nu is het vastgelegd? Dat is vastgelegd. Dus, hoeveel land heb jij? Wij hebben ongeveer 40 hectare grond. We hebben ongeveer 1 koe per hectare. Dus heel extensief. De grond hebben wij achter tot aan de camping toe, dus mooi dichtbij. Ja, je ziet hier wel prachtig, hè? Vlakbij de stad. Ja hoor, we wonen graag wonen. We wonen hier nu zo'n 15 jaar, denk ik. Altijd in Eelderwolde gewoond. En het bevalt ons goed hoor. Ja. Maar je moet er dus van alles bij doen. Want een gezin kan niet leven van 45 koeien. Nou ja, kijk, omdat wij daar uitgekocht zijn, financieel natuurlijk, wij zitten hier niet zwaar, laat ik zo zeggen. Geen financierings en zo. Dus dan valt het wel wat mee.
Maar anders, een normaal gefinancierd bedrijf, zeg maar, die kan, dat is 40 koeien gewoon te weinig. Of je moet iets erbij doen, een baan erbij, of een biologisch of een andere tak erbij. Maar wij redden ons wel hoor, dat gaat, op zich gaat het wel goed. Jawel. En Danielle wil het misschien overnemen? Ja, misschien wel, ja. Ja, ja. Nou, ja. Ze houdt de opties nog open, zei ja, ze? Ja, klopt. Wat zou jij haar adviseren? Ja, ze zit in de maatschap en de accountant heeft ons geadviseerd om haar in de maatschap op te nemen. En als zij daar wel mee doorgaat, zijn daar gewoon, financieel is dat makkelijker over te nemen, dat zo zeggen. Nee, dat zijn wat Maar wat zou jij haar adviseren? Ja, om haar hart te volgen. En wat dat is, ja, dat moet zij zelf maar beslissen. Geja, wat zou jij Danielle adviseren? Haar hart volgen. Gewoon doen waar zij zelf achter staat. Je moet als ouder niet willen dwingen. Dat heeft geen zin. Ja, wel lieve ouders, hè, Danielle? Weet ik. Ik weet wel dat jij meteen... ze zou meteen wel op de boerenkalender kunnen, hè? De boerinnenkalender. Precies. Ja hoor. Vind ik ja, ook. Echt wel. Absoluut, ja hoor. Ja. Ja, hoor. Ja. Vind ik maar ook ja, borduren, paarden of koeien. Alle drie. Ja, nou in het ergste geval kun je altijd paarden en koeien borduren. Ja, dat kan ook nog. Dat is in ieder geval een oplossing. Ja. Ja. Maar je weet het zelf nog niet? Nee. Koe of paard, dan kies je voor paard. Ja, maar dan het echt mijn hobby is. Maar de koeien zijn ook inmiddels wel echt gegroeid tot... Wordt ook wel een beetje hobby. Ja. Ja, en als je werk je hobby is, dan zit je goed, hè? Ja, absoluut. Voor mij is het ook niet echt werk. Nee. Ik ben de hele dag wel in mijn hum en lekker bezig. Dus ik hoop dat ik het nog lang mag voelen. En ik vind het ook ontzettend gezellig met mijn vader en met mijn moeder. Dus, dat valt mij. Oh, jullie hebben het zo gezellig. Ja. Nou, best wel eigenlijk. Ja. 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 Nou ja, dat is ook wat waard. Ja, zeker. Zeker. Ja, ja, absoluut. Ja. 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 Ja hoor. Macho. We gaan even in de stal kijken. Ga je mee? Ga mee. Moesjes. Nou, dit is de melkteen. Hier zit de melk. Ga de melk in. Oh, dus... Het wordt één keer in de... Of twee keer per week. Om de drie dagen wordt het opgehaald door Friesland Campina. Die haalt de melk s'nachts op en dan gaat naar Bedum van mij. En daar maken ze de kaas van mij. Dat al is de Domo fabriek. Ja. Oh, daar maken ze de kees van. Ja. Van mij maken ze de kees van. Ik weet niet eens zeker. Hier is de watervoorziening. Hier komt water uit de grond. Oh, heb je een put? Een put, ja. En daar wordt hij ontwijzerd. In de omhoek daar wordt het ook onthard, of zo heet dat niet. Onthard. Wordt kalk ook uitgehaald. Ja, maar kerel, je kunt wel een klein boertje zijn, zoals je zelf zegt. Een keuterboertje, mensen bouwen wel goud in elkaar. Maar dat is niet voor eigen gebruik hoor. Alleen voor de koeien. Alleen voor de koeien. In de paarden. Het is geen drinkwaterkwaliteit zoals van de waterleiding. Nee. Het is wel iets minder van kwaliteit. Nou, hier melk met de koeien. Complimentjes geven, daar praat je snel overheen hoor. Kan je niet tekenen? Nee. Complimentjes geven, dat vindt hij moeilijk? Ja, heel moeilijk. Ja. 7 dagen in de week, 2 keer per dag. Ja. S'morgens om 6:30 en s'middags om 4:55. Dus het is best wel een opgave. 365 dagen in het jaar. Ja. Help jij ook mee, Danielle? Ja, 1 keer per dag. 1 keer per dag? Elke dag. En ja. Doe jij s'avonds of s'morgens? Meestal doe ik s'avonds, maar als ik bijvoorbeeld uit eten ga met vrienden of zo, dan doe ik 's ochtends. Dan kan ik gewoon, dan sta ik niet echt op tijd. Oh, precies, dan kun je zo een beetje. En jij doet beide keren een beetje. Ja. Maar, moet ik eerlijk bekennen, ik mag het graag doen. Die Ben Dreus moet nog aan de gang. Ja. En die is net kort tegenwoordig, maar die is een zak. Hallo. God, maar deze is er nog maar net, of niet? Ja, gisteren. Gisteren? Ja, die moet nog kopen krijgen. Die moet een nummertje in. Echt waar, die is gisteren geboren. Ja. Ik kan het wel zien aan je. Hallo. God, ben je zomaar opnieuw op de wereld, hè? Staan gaat nog niet geweldig. Nee. Blijf me oefenen, lieverd. Ja, het is een klein boerderijtje, maar het was een bijzonder leuke tour. Dat is ook belangrijk. Ja. Ja, toch? Ja. Ja, want ik heb aan alles het gevoel van... jullie houden van het boerenleven. Ja, ja. En, maar je houdt ook van goed gezinsleven. Ja, dat is ook wel best wel belangrijk. Ja. Als je gezin een eenheid is, dan is alles een eenheid. Ja. Ja, een enorm fijne serie hier. Ik kan niet al te zweverig klinken, maar
Maar ik vond het leuk. Wij ook. Volgende keer komt mijn hele dag goed. Ja, is goed hoor. Geen probleem. Gaan we borduren. Ja, is goed. Ja. Doei. Doei. Hoi. Doei. Bij de Boer wordt mede mogelijk mocht door Abiant, Oetzendgroep Verwaken Personeel in Noord-Nederland en Prins Caravans.